time. Vandaag is de kerstvakantie begonnen. Traditiegetrouw is de luchthaven versierd en is er volop kerstentertainment. Voor de passagiers die lange tijd moesten wachten door vertragingen en annuleringen veroorzaakt door het winterweer, was dit een welkome afleiding. We hebben gratis koffie gekregen. We hadden muziek op de achtergrond net, dus dat gaat wel goed. Het is een welkom iets, ja. Zonder meer. Het zangduo Vonder en Bloem trapt maar liefst een week lang op de luchthaven. Het was fantastisch. We hebben allemaal dingen gezien die je normaal natuurlijk niet ziet als je gewoon vliegt. En we zijn echt op stoelen geslapen en alles. Het was helemaal geweldig en heel veel gespeeld. Heel veel mensen uit allerlei landen ontmoet en het was te gek. Ja, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook echt helemaal te gek. En dit is de zevende dag. Dus ik vind, we hadden nog wel een weekje erachteraan kunnen plakken. Door het aanhoudende winterweer en de drukte op de luchthaven adviseert Schiphol passagiers om voor vertrek de eigen luchtvaartmaatschappij te raadplegen of te kijken op teletext en schiphol.nl.